afgelopen weken heeft de Raad gesproken met het college over de grondprijsverhogingen. Die zijn vorige week afgerond, door middel van moties, welke zijn aangenomen. En vanavond zijn we verder gaan over de gemeentelijke rol in het gebied Oosterwold. Helaas zijn we er nog niet mee klaar, dus 4 april wordt vervolgd. Oosterwold is voor de PvdA enorm belangrijk. Wij willen graag de oorspronkelijke uitgangspunten in stand houden. Dat wil zeggen dat de wijk groen moet zijn, divers en toegankelijk, ook voor mensen met een laag inkomen. En daarom hebben wij de wethouder gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is de grondprijzen voor bepaalde mensen lager te maken en voor andere mensen hoger. Oosterwold is een mooi liberaal experiment waar heel veel goed gaan en een aantal zaken ook al net even beter kunnen. Van een aantal zaken kunnen we voor de toekomst nog wel leren. Zoals de zuivering van huishoudelijk afvalwater, de indeling van kavelwegen en dergelijke. De Partij voor de Dieren draagt Oosterwold een warm hart toe. Zelfvoorzienend, ecologisch en natuurinclusief bouwen in onze stad. Oosterwold is een avontuur en daarbij moet je kunnen bouwen en vertrouwen op onze gemeente. Daarom vindt de Partij voor de Dieren dat de communicatie van de gemeente beter moet, maar ook dat het wonen in Oosterwold betaalbaar moet zijn, ook voor de mensen met een lager inkomen. Samenwerken aan een groene stad. Vorige week is de motie van de PVV raadsbreed aangenomen, waardoor de bewoners een riante overgangsregeling hebben gekregen in Oosterwold. Nu gaan wij verder praten over de visie op het gebied en wij zijn zeer benieuwd wat daar uiteindelijk uit gaat komen. Succes met z'n allen! Oosterwold is een prachtig experiment en initiatief voor en door bewoners. En daarom vindt het CDA ook belangrijk dat er genoeg openbaar vervoer is voor de wijk. Dus uitbreiding van de busbaan zien wij graag tegemoet. Het hele idee Oosterwold is in een ander tijdsgevricht tot stand gekomen als waarin we nu met elkaar leven. Ik noem enkel en alleen maar de woningramp. Het is de kunst om meer bewoners, meer mensen in Oosterwold te krijgen. Hoe doen we dat? Bijvoorbeeld door woongelegenheden voor ouderen te creëren. Prachtig in het groen, zodat alle partijen hier tevreden zijn en het idee overeind blijft. Dat is mijn voorstel.